Het nieuws in 1 minuut. RTV Oost heeft beelden uitgezonden van beveiligingscamera's waarop 3 inbrekers te zien zijn die vorige week hebben ingebroken in het studiocomplex van RTV Oost. Hoewel publicatie van die beelden strafbaar is vanwege de schending van privacy, heeft de directie van RTV Oost toch besloten ze te laten zien. De prijs van bestaande koopwoningen in Overijssel is in november met meer dan 4% gedaald ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. In bijna alle provincies zijn de prijzen gedaald. Het Nederlands Symfonieorkest in Enschede krijgt nog 1 keer een subsidie van 5 miljoen euro. Ook wordt de jaarlijkse subsidie van 350.000 euro voorlopig verstrekt. Wel moet het orkest zich veel meer gaan inzetten om meer publiek te bereiken, met name jongeren. 2 supporters van de Poolse voetbalclub Wisla Kraków zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van een maand. De 2 Polen gooiden tijdens ongeregeldheden voor de wedstrijd tegen FC Twente eind september met stenen naar de politie.